Mijn naam is Floortje. Sinds mijn 18e werk ik bij de politie in Den Haag. Nu werk ik in Scheveningen en doe ik van alles. Ik werk als wijkagent en in de noodhulp. Mijn opa en oom werkten ook bij de politie. Daardoor wist ik al een beetje wat het werk inhield. Toch dacht ik altijd dat ik te veel meisje zou zijn. Dat dit werk meer iets was voor stoere mannen. En dat ik niet stressbestendig genoeg was. Dat veranderde op het moment dat mijn oom een hartaanval kreeg. Ik was een jaar of 15. Op dat moment bleef ik rustig, ik kon helpen en was juist heel stressbestendig. Het gaf me het besef dat ik toch wilde kiezen voor de politieopleiding. De hulpverlening en grote diversiteit spreekt me het meest aan. Op het ene moment ben je een oudere vrouw aan het helpen en het andere moment arresteer je een grote boef. Ik hoop voor de toekomst te groeien in waar ik nu ben. Mezelf verder te kunnen ontwikkelen als agent, in mijn huidige werk bij de politie en daar wil ik het maximale uithalen. Ik wil vooral mezelf blijven.